Bij me staat Ruud Wijnen, de voorzitter van het koor Deo Cantemus. Ruud, vanavond een bijzondere avond, want jullie hebben een nieuwe dirigent. Ja, dat klopt. We zijn heel erg blij dat we Frank Kaman uit Hardenberg als nieuwe dirigent hebben kunnen benoemen bij ons koor. Je hebt natuurlijk ervaring bij een ander koor waar je ook voorzitter was en waar je ook die procedure mee hebt gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat de kijkers geen idee hebben hoe kom je aan een nieuwe dirigent. Nou, je begint eerst gewoon heel veel namen te verzamelen. We hebben aan de leden gevraagd van geef ons nu eens een naam waarvan jullie denken dat die goed bij het koor past. En uit die namen zijn wij eigenlijk gaan screenen van wat past als het ware. En we wilden ook wel een dirigent hebben die in ieder geval conservatorium had gedaan. Nou, dan vallen er al een aantal mensen gewoon af. Als je staat hier bij het kerkgebouw en wordt er een nieuwe dominee benoemd, dan stuur je hoorders uit. Doen jullie dat ook? Ja, we zijn bij Frank geweest in Nijverdaal, daar had hij ook een koor. Daar zijn de secretaressen en ik onder andere zijn daar wezen luisteren en we waren meteen al enthousiast. En met name de wijze hoe het koor luisterde naar die dirigent en ook hoe sfeergevoelig die was. Want dat is bij een koor toch wel heel erg belangrijk. Past het koor bij de dirigent en past de dirigent bij het koor? Ik wens jullie vanavond erg veel succes en laten we hopen dat je er veel zult hebben in de toekomst. Dankjewel. Bij me staat Gert-Jan van Goor en zijn vrouw Hammy. Welkom. Vanavond een bijzonder avond voor jullie beiden. Vooral voor jou, 50 jaar lid van het koor Deo Cantemus. In welke gemoedstoestand ben je vanavond hier naartoe gekomen? Nou, het is. Ik vind het zelf ook heel bijzonder. Dat ik 50 jaar vol heb kunnen maken. Ook naar aanleiding van hetgene wat vorig jaar met mij gebeurd is. Dat ik dit nog weer mag en kan doen. Ik vind het geweldig. Je komt van oorsprong van de Hoge Henk en daar was ook een gemengd koor. Waarom de keus op Dorenswijk? Nou, dat kwam zo. Dat was vroeger toen het gestart is een kerkkoor. Een gereformeerd kerkkoor was het. En daar zaten toen hele goede kennissen van me op. En het koor was nog maar een paar jaar oud. En ze zochten toen in het bijzonder mannen, bassen. En hebben ze gevraagd of we wilden komen. Zo is dat gebeurd. En Hammy, hoe is dat voor jou? Je straalt een beetje. Ik denk dat je het ongelooflijk trots bent, maar ook blij. Ik vind het geweldig dat we dit mee mogen maken. We zijn samen begonnen, maar ik kon op een gegeven moment niet meer vanwege mijn gezondheid. Maar ik heb hier een man staan die begon al te zingen, 's avonds om 7 uur of eerder. Zo blij was hij dat hij weer heerlijk naar zang kon. Ja. Ja, in jouw situatie kan ik het helemaal begrijpen, na vorig jaar. Ik ben dan ook blij dat je hier weer bent, want zingen is toch belangrijk voor de familie van het koor. Ja. Nou, zingen maakt blij. Zingen maakt vrolijk en ik mag heel graag zingen. En ja, ons koor dat heet dan ook Deo Cantemus en wij mogen zingen tot eer van onze God. En tot Gods lof. En dat is heel bijzonder. Ik zou zeggen, ga naar binnen. En laat het gebeuren wat er gebeuren gaat. Oké, dankjewel. Bedankt. Beste Gert-Jan en Hammy. Nog niet zo heel lang geleden mochten wij bij jullie zijn, toen jullie 50 jaar getrouwd waren hier in de Gereformeerde Kerk. Een dankdienst. En wat velen van ons trof, en eigenlijk nu ook wel, is dat jullie daar weer opnieuw een zegen kregen. Een zegen van ga verder. Feitelijk, loop door. En van die zegen mogen we eigenlijk ook vanavond wel weer getuigen zijn. Want vanavond herdenken we dat jij, Gert-Jan, al 50 jaar lid bent van ons koor Deo Cantemus. Jullie gingen eerst met z'n beiden jaren achtereen en ik heb dat van mensen gehoord. Jullie zijn ook met z'n beiden naar Amerika geweest met het koor De Veluwse Stem. En later bleek, Hammy, dat jij vanwege gezondheidsredenen eigenlijk niet meer kon zingen. En dat is natuurlijk best wel moeilijk. Maar aan de andere kant, Gert-Jan, werd het jou wel mogelijk gemaakt om te blijven zingen. En dat is eigenlijk ook wel heel geweldig, dat jij van huis uit de steun ontving van, joh, blijf jij zingen. En Gert-Jan, ik heb ook eens navraag gedaan bij oudere koorleden, want zo lang ben ik hier nog niet, van wie is nu Gert-Jan? En misschien is dat best wel eens leuk om te horen. En op zijn L of op zijn Dorenswijk misschien wel. Ah, tikkelt hij niet in Wies.
Maar dan kwamen de andere woorden naar voren. En wat heel duidelijk naar voren kwam een aantal keren van mensen die ik vroeg was, trouw, meelevend, spontaan, enthousiast en ook een hele mooie verantwoordelijkheid nemend. Want volgens mijn informatie ben je ook jarenlang voorzitter geweest. Ik heb hier staan tot 2004. Maar dat niet alleen, je bent ook koormeester geweest van dit koor. Dus je hebt je nogal ingezet voor deze club. En daarmee ben je tegelijkertijd een voorbeeld voor anderen. En hoe bedoel ik dat? Dat je feitelijk aangeeft, daar ben ik het niet mee eens. Maar dan loop je niet weg. Dan blijf je zitten. Je geeft duidelijk aan waar je het niet mee eens bent. Maar dan loop je niet weg. En dat is een kwaliteit die zou ik eigenlijk heel veel mensen toewensen. Hier bij Deocanthemus zijn die mensen sowieso al aanwezig. Maar het is wel een bijzondere kwaliteit van jou. En speciaal voor jou is er een hele mooie speld gemaakt bij Gemmen. Ik ga hem niet opspelden. Ik ga hem wel aanreiken, want het is een hele mooie en hij hoort op je koorpak. Dus ik laat je even die speld zien die voor jou speciaal ontworpen is. Even kijken. We hebben hem dan neergelegd, hier ligt hij. Dat is een hele mooie muzieknoot. Speciaal voor jou ontworpen. Dus bij deze wil ik je hem heel graag aanreiken. En we zijn blij jou in ons midden te hebben samen met juffrouw Hammie. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel fijn. Heel mooi, bedankt. Nou Hammie, en dan is er ook iets voor jou natuurlijk. Want ik zei al, van je hebt je man feitelijk mogelijk gemaakt dat hij gaat zingen. Ja, en dat verdient eigenlijk ook wel een bloemetje. Ja, die komt eraan ondertussen. Die zal Nelleke overhandigen. Bij me staat Frank Kaman, de nieuwe dirigent van Deocanthemus. Heb je er zin in? Jazeker, ik heb er absoluut zin in. Nieuwe uitdaging, erg mooi. Voor de kijkers, wie is Frans Kaman? Frank Kaman is 49, ik kom uit Harderberg. Ik ben dirigent van nog 3 andere koren. Overdag sta ik voor de klas als muziekdocent. Nou, verder begeleid ik koren, speel ik orgel, piano. Dus all into the music. Geloofd, getrouwd, kinderen? Ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen. Ja. Frank, dan word je benaderd door een koor uit Doornspijk. Dat ligt niet zo 1, 2, 3 op de route. Wat doet je besluit om ja te zeggen? Afstand was wel een dingetje, zeg maar. Daar hebben we even over nagedacht. Maar goed, ik ben hier geweest voor een proefrepetitie en het repertoire sprak me heel erg aan. Andere kant was ook wel, Wim Magree heeft het koor heel lang gedirigeerd. Die is heel onverwacht, moest hij ermee stoppen. Dus dat was ook wel een ding, van is het koor daar klaar voor? Maar goed, we hebben goede gesprekken gehad, goede proefrepetitie. En dat maakte dat ik dacht van, dat gaan we doen. Luister je ook naar de kleur van het koor? Jazeker. En dat probeer ik gewoon mijn kleur aan te geven. Aansluitend bij wat er al is. Ze hebben natuurlijk een heel groot repertoire bestaand. Ik kan me voorstellen dat je daar ook een eigen programma aan gaat toevoegen. Zeker. We hebben alleen wel gezegd dat doen we geleidelijk aan. We gaan niet in één keer al het oude repertoire weggooien. Dus we borduren voort op wat er is. Maar zeker aangevuld met nieuwe dingen. Het is een koor wat natuurlijk veel in kerken optreedt. Dat moet u zeker aanspreken als ik lees wat uw achtergronden zijn. Ja hoor, ja zeker. Absoluut. Ik wens je erg veel succes hier en laten we hopen dat je kunt brengen en kunt geven wat je in de gedachten hebt. Goed, dank u wel.